grote personeelstekorten in de Gelderse thuiszorg. Er is niet altijd plek voor nieuwe cliënten en dat merken ze ook in het ziekenhuis. Goedenavond, dames en heren. Riet de Zwart streed jarenlang tegen de gemeente over de grootte van haar mestopslag. En nu heeft ze gelijk gekregen van de Raad van State. En in eerste instantie dan zie je dat je gelijk krijgt. Dan komt er eerst heel veel boosheid naar boven. Het heeft er bloed, zweet en tranen gekost. Ouders schrikken zich rot in Nijmegen. De nieuwe speeltuin zit vol vervuilde grond. Als kinderen er op blote voeten gaan spelen, dan kan het gevaarlijk zijn. Ziekenhuizen die de spoedeisende hulp moeten sluiten. In Arnhem gebeurde dat dit jaar al een aantal keer. Ook het ziekenhuis in Harderwijk heeft ermee te maken. De oorzaak van het probleem ligt mede in de thuiszorg, waar medewerkers het werk bijna niet aan kunnen. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend en dat willen wij ook liever niet. Maar er zijn soms redenen waarom we dat moeten doen. Het Rijnstatenziekenhuis moest maandag de afdeling spoedeisende hulp voor de vijfde keer dit jaar sluiten. En dat vindt de SP onacceptabel. En als zoiets één keer voorkomt, ja, dan kun je je wel voorstellen, een uitzonderlijke situatie kan dat een keer voorkomen. Maar vijf keer, dan gaat er gewoon echt iets mis. En wij moeten nu heel snel weten wat. Dat kan te maken hebben met te weinig personeel hebben. Kan ook te maken hebben omdat we in de kliniek te weinig doorstromen naar extern, waardoor wij de patiënten vanaf de spoedeisende hulp niet direct het goede bed kunnen bieden in het ziekenhuis. We moeten naar de tweede verdieping, ja, klopt. Te weinig verpleegkundig personeel, zowel in het ziekenhuis als in de thuiszorg. Mensen die eigenlijk al uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden, blijven liggen omdat er te weinig thuiszorg is. Hallo. Goedemorgen. Komen jullie allemaal binnen? Nou, ik denk dat iedereen wel gemiddeld twee diensten extra in de week neemt. En de een vangt dat meer op dan de ander. We houden rekening met elkaar. Ik denk dat je wel kan spreken dat het een zomertijd in de zorg, dus ook in de thuiszorg, de drukste tijd van het jaar is. Houden ze maar open. Gaat dat zo? Twee. De problematiek speelt niet alleen in Arnhem. Ook het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kampt met deze problemen. En Sesieren, een thuiszorgorganisatie, heeft te maken met tekorten in het personeelsbestand. De Arnhemse SP heeft inmiddels een brief met vragen aan het college gestuurd. De gemeente Arnhem heeft bezuinigingsplannen op de zorg. Wat voor gevolgen heeft dat bijvoorbeeld voor de spoedeisende hulp hier? Wat voor gevolgen heeft dat voor de zorg? Kan dat nog wel? Maar het Rijnstatenziekenhuis zelf heeft natuurlijk ook een taak om de zorg te verbeteren. Want dat dit de laatste sluiting van de spoedeisende hulp is, kunnen ze nu niet beloven. Nee, dat kan ik zeker niet beloven. Ik kan wel beloven dat wij heel druk zijn met de omliggende ziekenhuizen, maar ook of met andere instellingen, maar ook bijvoorbeeld met de ambulancedienst, om goed te kijken van goed, hoe gaan we dit nou regelen voor onze patiënten. En we zijn in overleg met de thuiszorg en de verpleeghuizen. En we hopen dat die doorstroom gewoon beter wordt. En dat we heel veel verpleegkundigen kunnen werven. Bij een brand in een schuur in Overasselt is een drugslab ontdekt. Het vuur woedde in een schuur op een erf aan de Ewijkseweg. Volgens omstanders was er een harde klap te horen en de rookwolken waren in de verre omgeving te zien. Omstanders moesten op afstand blijven vanwege mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen. De politie kan nog niet zeggen of de brand in het drugslab is ontstaan. Het leverde melkveehouder Riet de Zwart een kamer vol papierwerk op. Ze streed jarenlang tegen het besluit van de gemeente over Betuwe dat haar mestopslag verkleind moest worden. En met succes, de Raad van State stelt haar nu in het gelijk. En in eerste instantie dan zie je dat je gelijk krijgt. Dan komt er eerst heel veel boosheid naar boven. En ja... Het draait allemaal om deze mesthoop, waarbij Riet uiteindelijk gelijk kreeg van de Raad van State. De juridische strijd mag dan wel voorbij zijn, maar het heeft erin gehakt. Heel, heel boos op de gemeente. Dat ze het, ik zou bijna zeggen, voor elkaar gekregen hebben. Dat ze echt er naartoe gewerkt hebben om ons al deze jaren onmogelijk te maken. Om ons leven zo onplezierig mogelijk te maken. Aan het gelijk gingen jarenlange procedures vooraf. Met heel wat papierwerk. De kast ligt er helemaal vol, die tassen staan helemaal vol. Mijn bureau ligt, de computer zit vol, dat ligt vol. Maar ik vind het geen beeld om uit te zenden. Ik begon in een kleine map, want ik dacht het past wel. Aantekeningen, stukken,
Dus het is echt, dit is dit is uit de bestemmingsplanprocedure. Dit zijn allemaal stukken die van de procedures en dan nog maar netjes uitgezocht. Nou, zelfs de ombudsman hebben een rapport laten maken. Juridisch gezien kan ik me gewoon niks meer voorstellen wat er nog kan. Ons hele bedrijf is doorgelicht. Maar je leven krijg je gewoon niet terug. Want alles wat gebeurd is, is gebeurd. Het verleden kun je niet veranderen. Maar verandering, je bent ook hartstikke blij dat het eindelijk afgelopen is. Ja, kan me voorstellen. En de gemeente Overbetuwe laat in een schriftelijke reactie weten ook blij te zijn dat er voor dit dossier een definitief oordeel is gegeven. Over de slag om Arnhem, de mislukte geallieerde luchtlandingsoperatie in september 1944, is al heel veel bekend door boeken en films. Maar niet iedereen weet dat zich tijdens die slag ook achter de gevechtslinies drama's afspeelden. Zoals de executie van 4 onschuldige burgers in Park Sonsbeek. En over dat drama is nu een audiotour gemaakt. De 4 mannen worden beschuldigd van hulpverlening aan de vijand en door Rauter zonder vorm van proces ter dood veroordeeld. Hier zijn 4 mannen opgepakt. Het is al bijna donker als de mannen met de handen omhoog en gevolgd door een Duits executiepeloton worden afgevoerd naar de bosrand van Park Sonsbeek. Dat is de plek waar je nu staat. In de hectiek voorafgaande aan de executie hebben 2 mannen weten te ontsnappen en 2 mannen zijn ter plekke doodgeschoten. Tijdens deze audiotour hoor je het verhaal van deze 4 mannen. Hoe ze hier zijn terechtgekomen en hoe het met de 2 mannen is afgelopen die de executie overleefd hebben. Ondertussen leiden de overgebleven Engelse soldaten bij de brug zware verliezen. De voorraden munitie raken snel op en er is een groot gebrek aan voedsel en water. Het aantal gesneuvelden en gewonden stijgt met het uur. Tijdens de slag om Arnhem hebben zij geprobeerd hier weg te komen, weer naar huis te gaan. En dat is mislukt. Ze zijn opgepakt. Op verdenking van hulp aan de vijand. En dat was in de tijd voldoende reden om standrechtelijk geëxecuteerd te worden. Tijdens de wandeling loop je naar de plek van de executie. Ik denk dat dat veel meer impact heeft als je het op die manier beleeft dan dat je het gewoon in een boek zou lezen. Nou, dit is de berm van de Apeldoornseweg. Dit is de plek van de executie. Wat er vlak achter het strijdtoneel plaatsvond, dat is veel minder bekend. En dit is een van die verhalen van wat er achter het strijdtoneel in de stad Arnhem gebeurde ten tijde van de slag om Arnhem. Georg en Henk weten in de verwarring te ontkomen en vluchten in blinde paniek het donkere park in. Zometeen inpakken en wegwezen in Groesbeek. Het bevrijdingsmuseum is nu echt dicht en gaat verhuizen. Er is nog een hoop werk te verzetten. Een 30-jarige vrouw uit Bemmel die gisteravond betrokken was bij een aanrijding is aan haar verwondingen overleden. Een automobilist sloeg rechtsaf en zag de scooterrijdster over het hoofd. Slachtoffer overleed in het ziekenhuis. En eerder deze week overleed ook een jongen van 19 uit Aalten nadat hij van een scooter viel. Hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. In Ede hebben 2 mannen een voorbijganger bedreigd met een vuurwapen. En de politie viel naar aanleiding van dat incident met getrokken wapens en kogelwerende vesten een huis aan de Van Oostadestraat binnen. De voorbijganger had de mannen uit de woning zien komen voor hij werd bedreigd. De bewoner van het huis is aangehouden. In Scherpenzeel wordt geld ingezameld voor het gezin dat betrokken was bij een dodelijk ongeluk. De actie heeft inmiddels meer dan €7.000 opgeleverd. Bij het ongeluk kwamen dit weekend de vader van 44 en zijn 4-jarige dochtertje om het leven. De initiatiefneemster van de actie hoopt €15.000 in te zamelen. En NEC en Vitesse doen goede zaken deze dagen. De Nijmeegse club ontvangt naar verluid €1,5 miljoen en de club uit Arnhem zou €1,2 miljoen verdienen. NEC verdient aan de transfer van Arnoud Groeneveld, die van Club Brugge naar de Engelse club Bournemouth vertrekt. En Vitesse die pikt een graantje mee van de overstap van middenvelder Marvelous Nakamba. Hij gaat van Club Brugge naar Aston Villa. Kinderen en ouders die zijn zich in Lent rotgeschrokken. De net geopende speeltuin in een nieuwbouwwijk blijkt vol te liggen met scherven en puin. De gemeente Nijmegen heeft de gloednieuwe speelplek direct afgezet met hekken. Nou, ik heb in de buurt-app gelezen dat er glas was gevonden. Dus niet zo fijn om daar te spelen nu.
En dus is er voor de picknick uitgeweken naar een ander speelveldje. Want naast glas zijn er in de nieuwe speeltuin, even verderop, ook scherven en flinke stenen aangetroffen. Ouders en medewerkers van de naastgelegen kinderopvang met basisschool sloegen alarm. En voor de kinderen was het best even schrikken. Ik vind het vervelend, want ik wil heel graag daar kijken en spelen, maar dat kan dus nu niet. Want als kinderen er op blote voeten gaan spelen, dan kan het gevaarlijk zijn. Vervuilde grond in een speeltuin is ook volgens de gemeente Nijmegen erg gevaarlijk en niet wenselijk. Inmiddels is de speeltuin dan ook omringd door hekken. De gemeente wilde niet voor camera reageren, maar gaf wel een schriftelijke reactie. Er is grond gebruikt uit de omgeving waar vroeger kassen stonden. De grond is onderzocht door een extern bedrijf en er zit geen asbest in, maar wel glas, potscherven en flinke stenen. We hebben besloten de grond af te graven. Er komt nieuwe grond en het veldje wordt opnieuw ingezaaid. Ja, jammer hè, dan kan je even niet spelen dus. Volgende week start het graafwerk, maar wanneer de kinderen weer gebruik kunnen maken van de nieuwe speeltuin is nog niet duidelijk. De laatste bezoeker was het terrein nog niet af of de vrijwilligers van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek begonnen al met inpakken. Maar dat was ook nodig, want de verhuizing is een monsterklus. Er moet nog heel veel gebeuren. Dit is, we hebben nu tot september de tijd om alles over te brengen naar de nieuwbouw. Dus er is nog een hoop werk te verzetten. Het Bevrijdingsmuseum gaat een maand dicht, zodat het gloednieuwe pand ingericht kan worden. De laatste dag in het oude pand trekt nog veel bezoekers. Nou ja, we hebben de hele dag gezien, hè, het was stampend druk. Dat mensen sowieso al de afgelopen dagen nog die laatste glimp van de oude tentoonstelling willen zien. Ik heb het hele dag gebouwd zien worden, dus in die tijd. Dat was weer in 1989, dacht ik. En ik heb hier dus 20 jaar gids geweest, rondleider, fietstochten gedaan, et cetera. Dus hier zit toch een heel stuk van je leven in dit, ja. U komt nog wel terug in het nieuwe museum? Ja, ongetwijfeld. Maar voor het zover is, moet er nog een hoop gebeuren. Ja, het is een militaire operatie die van dag tot dag strak geregisseerd wordt. Anders zou het natuurlijk nooit lukken. Het museum gaat op 1 september weer open en heet vanaf dan Vrijheidsmuseum. Het einde dreigt voor het Kruifkoord in Tiel. De gemeente zit in financieel zwaar weer en heeft vooralsnog geen geld voor de nodige vernieuwing van het voetbalveld. Het jongerenwerk roept op om toch met de nodige 85.000 euro over de brug te komen. Want volgens hen is het veel meer dan zomaar een trapveldje. Hey, ik ben Emre Gürjoğlu. Ik ben 20 jaar oud. Ik heb 7 jaar lang bij FC Dordrecht gevoetbald. En ik speel nu bij TEC in tweede divisie. Ja, ik doe nu nog steeds mijn best en ik wil top bereiken. Van het Kruifkoord in Tiel-West komt veel voetbaltalent. Maar of dit zo blijft is de vraag. Het veld moet vernieuwd worden en de gemeente heeft daar vooralsnog geen geld voor. Ja, wij zouden dit heel graag willen. Alleen, de middelen moeten er wel voor zijn. Er groeien helaas nog geen bomen waar geld aan groeit, zeg maar, in de gemeente Tiel. Dus we moeten daar wel overwogen keuzes in maken. De gemeente heeft de beslissing uitgesteld tot november en onderzoekt ondertussen wat de mogelijkheden zijn. Jongerenwerker Mounir Lanine heeft één goede raad. Kom met mij even in gesprek en dan ga ik even vertellen hoe belangrijk zo'n kruifveldje is. Het is niet alleen maar om te voetballen. Het is voor om activiteiten te organiseren. Het is om contact te maken met de jongeren. Hun proberen weg te halen uit de gevaarlijke maatschappij. Jongens als Emre spelen daarbij een belangrijke rol. Die kleintjes die kennen deze jongens. Dus hoe mooi is het om hun als voorbeeld te nemen? Ja, zeker. Emre is dan ook vaak op het Kruifkoord te vinden om de nieuwe generatie in de gaten te houden. En dat wil hij blijven doen. Je hebt een paar jongens waar je van denkt van oké, als hun mentaliteit goed blijft, dan gaan ze het verschoppen. Het is mooi om te zien. Dan kan je wat ervaring van jezelf aan hen meegeven. Dat is belangrijk. Mooi. En dan gaan we naar Wageningen voor het weer. En dat krijgen we van Dorien Bouwman. In sommige delen van het land komt het af en toe met bakken uit de lucht deze dagen. Maar in Gelderland komen we er nog steeds behoorlijk bekuit van af wat betreft neerslaghoeveelheden. Er is wel weer nieuwe regen op komst. Althans, nieuwe regen. Het hoort allemaal eigenlijk bij hetzelfde lage drukgebied dat al een paar dagen rond ons land tolt. Op dit moment ligt dat hier boven de Noordzee, maar dat gaat de komende tijd weer rechtsomkeerd maken en alsnog een keer overtrekken. Vandaag leverde het vooral een boel bewolking op. Ook wel hier en daar een bui, maar nog steeds geen grote hoeveelheden. En de zon kwam er af en toe ook nog wel eventjes doorheen.
Ook vanavond en vannacht is het dan overwegend droog, wat wisselend bewolkt. Een enkel buitje is niet uitgesloten, maar ook zullen er opklaringen voorkomen. En het koelt dan af tot een graad of 13 op de meeste plaatsen. En dan de dag van morgen. Het is overwegend bewolkt en er gaan een paar stevige buien overkomen. Kunnen best dikke, malse exemplaren zijn en vooral later op de dag zit daar ook onweer tussen. De temperaturen die komen uit op een graad of 21. Op de allerwarmste plekken kunnen we nog 23 graden halen. En dan de dagen daarna, het weekend bijvoorbeeld, dat ziet er overwegend droog uit. En dan gaan we de zon toch ook weer wat vaker zien. De temperaturen lopen dan weer voorzichtig wat op tot een graad of 25 op maandag. Maar vanaf maandag gaan er weer nieuwe storingen overtrekken. En de komende week ziet er ook wat wisselvallig uit. En dit was het Gelders Nieuws. Meer nieuws op onze Omroep Gelderland app en ook op onze website gld.nl. Ik wens je nog een fijne avond.